vraag aan een horecaondernemer of wat hij ergens op een parkeertrein wil gaan staan. Ja, dat wil hij ook niet. Het Wiegense Marktplein is gezellig en populair. Zowel horeca als warenmarkt maken er dus graag gebruik van. Maar zo groot is het plein niet. De terrassen kunnen niet op het plein blijven staan als de markt er is op donderdag. Dat wekt de laatste tijd irritatie op bij horecaondernemers. De marktmensen die komen elke donderdag en dan moeten wij dus op woensdagavond het terras afbreken en donderdagmiddag na de middag weer opbouwen. En dat is natuurlijk altijd al vervelend, maar nu in coronatijd, nu we al zo lang dicht zijn geweest, is het extra zuur dat je je centjes niet kunt verdienen met mooi weer. Ik snap irritatie van de horeca omdat ze de terrassen moeten opruimen. Maar de markt is de markt. De markt staat hier al 40, 50 jaar. Al veel langer dan de terrassen er zijn. En wij moeten ook onze kosten verdienen. Wij staan hier maar een halve dag per week. De terrassen mogen 6,5 dag per week op de markt staan. Alleen niet gedurende de markturen. Wat betreft de horecaondernemers is er een oplossing. De markt kan verplaatst worden naar een andere plek dichtbij het centrum. Maar de warenmarkt ziet dat niet zitten. De markt vindt het geen goed idee om hier te verplaatsen. De loop van de mensen is hier tussen de winkels en de markt. En die willen we graag zo houden. Vraag aan een horecaondernemer of wat hij ergens op een parkeertrein wil gaan staan. Ja, dat wil hij ook niet. Tijdens de schaatsbaan moeten wij al verplaatsen naar een parkeerterrein een stuk hier verder hier vandaan. En dan is er 1/3 van de markt nog aanwezig. En de 1/3 van de marktkooplui die er nog is, die verdient nog niet de helft van wat ze normaal verdienen. Dus nee, dat is geen optie. Ik denk dat ze zich daar heel erg in vergissen. Want mensen komen toch echt elke week voor dat bosje bloemen, voor de stroopwafels. En of ze nou hier staan of 50 meter verderop, dat zal niet zo heel veel uitmaken. Maar als je het een beetje strategisch opstelt en je zet elke keer, dus je hoeft niet elke week op een andere plek te staan, dan ben ik ervan overtuigd dat dat helemaal goed gaat komen. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden. Volgens centrummanager Yvette Akkermans is er niet gesproken over een verplaatsing van de warenmarkt vanwege de toegevoegde waarde van die markt voor het centrum. Voorlopig wordt er gekeken hoe markt en horeca zoveel mogelijk samen het marktplein kunnen gebruiken. Een definitief besluit is er nog niet. De gesprekken worden later voortgezet.